merkte dat tijdens het nummer dat ik gewoon echt pissig werd op hem. Wil je nou weten hoe dit liedje gaat klinken? Dan hebben wij nu een exclusief voorproefje voor je. Ja, ik geloof in jou. Deze week zijn we backstage bij de voorbereidingen van de bijzondere arrestatiescène, waarin Judas Jezus uitlevert. Hallo, hallo. En leuk dat je kijkt naar de Passion Backstage video. We staan nu op set, in Zeist, surprise. En hier achter me staan ze te soundchecken. Ik ga eten en we gaan ons daarna voorbereiden op de avond. Dus we wachten elke keer tot het donker wordt en dan gaan we beginnen. Als de avond is gevallen, verandert een wijngaard in de setting van de welbekende Jezus-Judas-scène. Prachtige locatie. En dit is waar het dus allemaal gaat gebeuren. Dit is waar William en Keizer een van de mooiste nummers van Tina Turner gaan zingen, namelijk We Don't Need Another Hero. Ik heb dit nummer natuurlijk heel vaak zelf gezongen in de musical Tina Turner the Musical. Maar nu wordt het door twee mannen gezongen wat ik nog nooit heb gezien. En volgens mij is dat nog niet eerder gebeurd. Maar dit is wel echt een prachtige locatie, vind ik, om dat hier te zingen. Moet je even kijken. Is toch prachtig? Het is het moment dat het grote verraad gaat plaatsvinden, waarin Judas Jezus gaat inrekenen met zijn army, om het maar zo te zeggen. En dat zijn we nu aan het repeteren. En dat is erg indrukwekkend, kan ik je vertellen. Ja. Om daar in het echt ook bij te zijn. Met alle ME'ers, politieagenten die van alle kanten op je afkomen. En die mannen kijk je de hele tijd soort van heel boos. Ja. Als je oogklok met ze maakt, dan denk je bij oké. Ze zijn best aardig. Ik zou wel zien in elk hoop. Ja, zeker. En een van die agenten is dit jaar niemand minder dan journalist Alberto Stegeman. Ja, we zijn hier omdat ik een piepklein rolletje heb, maar wel een belangrijke rol. Ik ben de Petrus-herkenner. Ik heb nog nooit een politiepak aangehad, dus het is voor het eerst. Dus ook dat vind ik wel leuk. Kijk, Alberto die komt mij natuurlijk ook inrekenen. Een super aardige man. Hij was echt heel erg dedicated. Dat vind ik altijd heel erg leuk. Ik kan me ook voorstellen dat je dan misschien denkt van ja, ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Of, maar hij was echt heel erg aan het luisteren. En hij was ook echt naar ons liedje aan het luisteren. En ik merkte echt aan hem dat hij echt begeisterd was door wat we aan het doen waren. En dat hij ook heel erg zijn best wilde doen. En ja, dat waardeer ik altijd heel erg als mensen erin staan en echt denken ik wil dit heel graag goed doen. En, dus dat vond ik heel mooi om te zien. Het is ook leuk dat we met een enorm groot arrestatieteam zijn. En het zijn echte agenten. Dus het wachten is wel interessant. We hebben het echt over hun werk, mijn werk. Dus ik vermaak me opperbest. 3, 2, 1, actie! Ja, bij actie, je hebt nog geen idee wat er gaat gebeuren. Dus je loopt gewoon daar naartoe. En dan zie je natuurlijk je beste vriend Judas. En dan voel je echt wel als mens zo... Wow, wacht even, dit is echt wel heftig. Dat gewoon... een van je beste vrienden gewoon zegt, ja, hier is die. En dat je gewoon geen kant meer op kan. Dat je gewoon echt alleen maar daar staat en denkt, ik kan, dit is het. Dit is het echt. Dit is echt, zeg maar, zo zal het gaan. Het voelt niet alleen echt voor William. Alle castleden worden meegezogen in het verhaal. En dat zorgt ook voor een bepaalde sfeer op de set. De sfeer is, ik weet niet, best wel, het is bedrukt. Dit is de scène. Waar alles gebeurt, waar ook het verraad van Judas nu echt naar boven komt. Je voelt om een beetje aankomen, maar hier komt echt naar boven. Ik merk ook dat ook voor mij, dat ik ook echt een beetje verraden voel door Judas. Dus de sfeer is ja. Heel gek, ook als discipel voel ja. Ik wel. Ja, ik voel ook zeg maar in de hele opbouw dat de discipelen als groep, en ja. Vooral dus nu Judas echt juist steeds hechter is ja. Geworden. Dus het voelt inderdaad echt als verraad. Ik zat te denken van oké, ik moet in die rol komen en ik moet in die rol blijven. Alleen het ging soort van automatisch. Ik merkte dat tijdens het nummer dat ik gewoon echt pissig werd op hem. Dus wat je daar ziet is uiteindelijk niet veel geacteerd volgens mij. Ik was gewoon echt pissig en echt hagen ook ertussendoor, weet je. En ik dacht van ja, dat is prettig. Hij gaat er ook zo voor en hij vertelde me ook net na de repetitie dat hij ook zei van... Ik ben helemaal kapot. Ik voel gewoon de woede en alles wat erin zit. En het is ook heel intens wat er gebeurt. En je ziet hem zo hard werken. En ja, tussen ons is het... dat gaat wel automatisch, kan ik zeggen. Ja, dat is echt wel een natuurlijk gegeven dat wij tegenover elkaar kunnen staan. We moeten daarna ook wel even tegen elkaar zeggen dat we elkaar nog heel aardig vinden, hoor. Nou, en wil je nou weten hoe dit liedje gaat klinken? Dan hebben wij nu een exclusief voorproefje voor je. Mijn tijd is nu. Ik doe het voortaan anders.
Want verandering is nog nooit vanzelf gegaan. Niemand hier heeft helden nodig. Jouw kompas is overbodig. Wees niet bang om te verdwalen. Ik weet de weg. Nou iedereen, bedankt voor het kijken van de Passion Backstage. Ik hoop dat je deze scène leuk vindt. En vergeet niet te kijken, 28 maart, Passion 2024. Let's go!